Sigrid Kaag van D66. Hartelijk welkom. Dank. Gefeliciteerd. Met een miljoen kun je een hoop doen. U bent rijk. Ja, de partij is rijk om goed campagne te kunnen voeren. En waar het natuurlijk ook voor staat, is dat een gulle gever goed heeft nagedacht over ons verkiezingsprogramma. En het accent heeft gelegd op een goede aanpak van de klimaatcrisis. En dus voor D66 heeft gekozen om onze ambities verder te helpen. Ja, een miljoen voor u en ook nog een 3,5 ton voor de Partij voor de Partij Dieren. Partij voor de Dieren ook. Het is allemaal legaal natuurlijk. En de man in kwestie heeft ook gezegd, ik wil helemaal geen invloed kopen. Maar het argument tegen is natuurlijk, een elite met veel geld gaat hier nu bepalen wie succesvol is. Wilt u dat wel? Nee, ik zie het heel anders. Het is iemand die ervoor heeft besloten via zijn stichting geld te geven aan twee partijen. Daar geen enkel belang bij heeft, niet lid is. En een verkiezingsprogramma wat al stond en wat is vastgesteld door leden. Ja. Dus er is totaal geen invloed. Wat wel belangrijk is, dat wij meer geld hebben, minder nog dan de VVD, om campagne te voeren. En tegelijkertijd zijn wij transparant voor de verkiezingen naar iedereen waar wij nog extra geld vandaan hebben gehad. Ja. En met die miljoen zullen we u nu overal tegenkomen. Hè? Reclame op tv, u kunt zoveel kopen als u wilt. Ik hoop dat het gaat helpen. Nou, zoveel kopen niet. Er is een prijs voor alles. Okay. We hebben middelen die we gaan inzetten in deze campagne, de volgende campagnes, dus het wordt goed besteed. Laten we kijken naar de beloftes van uw partij. Maar misschien nog interessanter daartegenover wat uw partij de afgelopen 4 jaar werkelijk gepresteerd heeft. Ik wil daarbij kijken naar het onderwijs. Uw minister van Engelshoven die gaat over het hoger onderwijs. En ik citeer even Karel Stolker, rector magnificus van de Universiteit van Leiden 2 jaar geleden. Die zei, ik kan me niet herinneren dat de relatie tussen de politiek en het hoger onderwijs ooit zo slecht was als nu. Politiek en hoger onderwijs zijn elkaar kwijtgeraakt. Dat is te danken aan uw minister. Mevrouw van Engelshoven. Het was denk ik een hele moeilijke periode. Het was pijnlijk. Tegelijkertijd is nu, als we nu verder kijken, wat Ingrid ook allemaal heeft kunnen doen, ook in deze coronacrisis, juist voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is die relatie volledig hersteld. Diezelfde citaten zou u nu niet meer vinden. En nog steeds, dankzij D66, is de grootste investering van dit kabinet in onderwijs geweest. Basisonderwijs, salaris van leraren, extra mensen voor de klas. En er is extra geld geregeld, ook in het coronapakket, voor 20.000 wetenschappelijke onderzoekers die anders op straat zouden staan. Maar het is niet genoeg. Zeker. En laten we vooral even kijken naar die afgelopen jaren. Want extra fondsen die nu vanwege corona zijn uitgetrokken, vind ik toch wat anders. De boodschap van het wetenschappelijke onderwijs is de afgelopen jaren steeds geweest. Wij redden het niet. We hebben echt structureel meer geld nodig. Ja. Ruim 1 miljard per jaar. En uw minister sprak toen van een hollebolle gijs mentaliteit. En zei, spreek je reserves maar aan, universiteiten. Daar werden ze kwaad van. Nou ja, en dat kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd is er meer geld bijgekomen en zetten wij nu in op een enorme investering in de hele onderwijscyclus. Ook juist kennis en wetenschap, want zonder kennis hebben we geen kenniseconomie. Maar het is wel goed je voor te stellen dat wij in dit kabinet de enige partij waren die echt onderwijsambities hadden. En wij hebben nu met GroenLinks en PvdA en ChristenUnie, met VNO-NCW, de universiteiten, de kennisinstellingen, de kenniscoalitie opgesteld. Ja, dat is nu inderdaad. En u zegt, wij zijn de partij met de onderwijsambities. En dan is dus de vraag, wat is daarvan terechtgekomen in die afgelopen jaren? Kijk, nu, zegt de minister, na 4 jaar, op basis ook van een onderzoek dat bevestigt dat wetenschappelijk onderwijs heeft veel meer geld nodig, zegt de minister, ja, dat moet eigenlijk ook. Volgend kabinet moet dat doen. Zegt u dan, ja, sorry, universiteiten, dat we jullie op water en brood hebben gezet? Nou, ik heb al veel eerder als lijsttrekker gezegd dat we toe moeten naar de 3%-norm om te investeren in kennis en wetenschap. Want daar draait onze universiteiten behoren bij de top in de wereld. En onze economie heeft alleen maar baat bij die investering. Plus, het is gewoon goed voor het land. Dat we meer moeten doen, vergt ook dat andere partijen daarin willen investeren. En het D66-verkiezingsprogramma is helaas niet een regeerakkoord, maar we hebben een veel bredere ambitie. En ik denk dat het terecht is dat er een studie aan onderhevig ligt, want dat helpt ook weer in de onderhandelingen. Dus het is niet één partij, het is breed onderlegd. En ik hoop dat de wetenschappers zullen herkennen dat wij heel veel stappen hebben kunnen maken. Ja, maar ik zeg nooit dat het perfect is, verre van. Nee, natuurlijk niet. En u heeft met andere partijen te maken, allemaal prima. Maar u zegt wel, wij zijn de partij met grote ambities op het gebied van onderwijs. Ja. Is nieuw leiderschap dan ook dat je zegt tegen partijen die je niet goed behandeld hebt, zoals het wetenschappelijk onderwijs, sorry, dat hebben we verkeerd gedaan? Nou, ik denk dat het glas half vol is. Nieuw leiderschap is zeker erkennen dat we niet alles hebben kunnen leveren. Dat doe ik ook. Dat heb ik ook gedaan bij de opening van het academisch jaar in Groningen, waar ik mocht spreken. En ik heb gezegd, wij hebben
dat niet kunnen leveren. Dat is onze verantwoordelijkheid met anderen. Wij nemen daar verantwoordelijkheid voor en wij willen veel verder. Dus wij streven echt naar een harde inlevering van die 3%-norm. Dus groots investeren in kennis en wetenschap. Dat is nieuw leiderschap. Maar ik ga niet zeggen alles was fout, want dat klopt niet. U zit hier als nieuwe lijsttrekker van D66, relatief nieuw. Kijk even mee naar de documentaire van Beirut tot Binnenhof. U kent hem vast goed, die de VPRO begin januari uitzond. Sommige dingen komen misschien op je pad, maar of je het nou moet willen, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Als je kijkt naar de levens die mensen, de opofferingen die mensen zich hebben getroost in de tijd dat ze partijleider waren, nou, dat is wel een zware klus. En in dit tijdperk, in een Nederland of een Europa, waar je niet alleen geleefd wordt door de klus die je dan gesteld ziet, maar ook de sociale media en eigenlijk de onbeschoftheid en alles wat er omheen gebeurt. Of je dat nou moet willen, dat weet ik niet. Volgens mij moet je dat niet willen, bij je gezonde verstand. Je moet het eigenlijk niet willen, de onbeschoftheid. Het is een corona-kapsel, wat ik daar had. Maar viel het mee of viel het tegen tot nu toe? Nou, het is inderdaad interessant dat fragment te zien. Het is ongeveer 2 jaar geleden dat het gefilmd werd. Viel het mee, viel het tegen. Ik ben er natuurlijk naartoe gegroeid. Ik ben ook in de rol gegroeid. Ik heb er lang over gedaan om die knoop door te hakken. En het ging uiteindelijk om mijn eigen gevoel van verantwoordelijkheid en inspiratie en wat mijn man en kinderen ervan vonden. En nu zit ik er middenin, dus het is niet meer een kwestie van tegenvallen, meevallen. Ik doe het en ik ben er door gepassioneerd. Ja, dat snap ik dat u dat zegt. Tegelijkertijd, u heeft het ook in dat fragment over de onbeschoftheid die je over je heen krijgt. Hoeveel bagger heeft u over u heen gekregen sinds u partijleider bent? Nou, ik geloof heel veel. Want het wordt gelukkig gedocumenteerd nu door de Universiteit van Utrecht en in de Groene Amsterdammer. Ik ben helaas koploper bagger ontvanger onder de vrouwelijke politici. Maar het was al heel lang gaande. Het is sinds mijn aantreden als minister speelt het al. Het is alleen in snel tempo geraakt sinds mijn lijsttrekkerschap. En wat ik er belangrijk aan vind, dat het aantoont wat zich afspeelt met name op Twitter of andere sociale mediakanalen en hoe met name vrouwen en meisjes met een mening worden aangepakt, seksistisch worden bejegend of onderwerp zijn van vrouwenhaat. En ik verzet me daartegen. Ja, daarom is het ook een onderwerp dat ik graag even met u bespreek, omdat het inderdaad, het is niet van gisteren of vandaag, maar het neemt kennelijk wel grote vormen aan, want ook andere vrouwelijke politici spreken zich uit deze week in De Groene. Bente Becker, Dylan Jessegeus, Katelijne Buitenweg, Lisa Westerveld. Al deze vrouwelijke politici zeggen het is lastig om hiermee om te gaan. Als je het benoemt, ben je een slechte verliezer in het openbaar. En als je het zegt, dan blijft het je ook achtervolgen. En als je het niet benoemt, dan laat je seksisme voortbestaan. Hoe komt u uit dat dilemma? Nou, ik heb er gisteren een grote speech aan gewijd. Ik vind het belangrijk dat je het wel benoemt. Maar het is nog belangrijker dat anderen het met je en namens jou doen. En hier hebben mannen, vaders, zonen, opa's, iedereen heeft een enorme verantwoordelijkheid om het gedrag, veelal van andere mannen, tegen te spreken en te zeggen, dit is niet oké. En de omgeving voor dialoog en uitwisseling van ideeën, want door debat, weer mogelijk en veilig te maken. Want wat er gebeurt is dat veel vrouwen en meisjes zeggen bijvoorbeeld over de politiek, nou, dat ga ik niet doen, want het is me onveilig. Om het even heel helder te maken, er is nu een hashtag kutkaag in het leven geroepen. En dat is één van de heftigste voorbeelden van wat u dan over u heen krijgt. En de andere vrouwelijke politici ook. U zegt net, ik verwacht iets van mannen. Ja. Verwacht u ook iets van mannelijke lijsttrekkers? Bijvoorbeeld, dat ze zich distancieren bij het volgende debat. Nou, bijvoorbeeld, ja, ik zou zeggen inderdaad, morgen is het 8 maart. Als ze hun campagneteam slim zijn, moeten ze één ding doen. Ze moeten zich uitspreken, ze moeten het normeren. En je moet dit samen doen. Dit is niet mannen tegen vrouwen. Mannen en vrouwen moeten samen zeggen, willen we de samenleving veilig maken, acceptabel, met fatsoen, ook de politiek bedrijven, dan moet je dit bespreken. Maar het zijn de anoniempjes. Dus de sociale platforms, hè, de Twitters en de Googles, die hebben ook een verantwoordelijkheid. En verder gaat het natuurlijk in de breedte over hoe de plek voor vrouwen wordt geregeld in de samenleving. Ja. U wilt premier worden van dit land. Hoe zou u dit aanpakken om dit uit de wereld te krijgen? Of is dat een utopie? Nee, het is helemaal geen utopie. Helemaal krijg je het nooit uit de wereld. Maar tegelijkertijd, als we niet beginnen en erkennen dat het toch weer een groeiend probleem is, ook in Nederland, door het te benoemen, door te normeren, door inderdaad te kijken waar bijvoorbeeld regelgeving, wetgeving een rol kan spelen. Door te normeren, maar hoe normeer je dit? Nou, je normeert door eigen gedrag. Als het wordt weggekeken in de vacuüm van de stilte,
groeit het. Tegelijkertijd is er regelgeving. En in de derde plaats, het nog belangrijkere, is als vrouwen een respect krijgen in de politiek, in de bredere samenleving, dat ze een afspiegeling zijn van wat er gebeurt, dan laat je zien dat vrouwen overal aanwezig zijn op gelijkwaardige manier. En dan heb je natuurlijk het gelijke loon, de gratis kinderopvang, alles om emancipatie tot het einde door te trekken voor vrouwen en mannen. Eigen keuze. U heeft het over dit seksisme. U heeft het over het punt dat u maakt. Mannen, spreek je uit en trek hier een streep. Het is misschien pijnlijk, maar dit onderwerp, vrouwvijandigheid, speelt ook in uw partij. Ook in uw partij is sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag van mannen. Mm-hmm. En ik wil het daar toch even over hebben. Zeker. Heeft u het idee zelf dat u in uw partij, naar aanleiding van deze incidenten, voldoende een streep getrokken heeft? Ik ben aangetreden natuurlijk op 5 september. Er was een bericht op 8 december, geloof ik, een anoniem bericht. En ik heb diezelfde dag een streep getrokken door te zeggen, wat er ook gerapporteerd wordt, wat er ook mogelijkerwijs gespeeld zou hebben, ik wil het meteen extern onafhankelijk laten onderzoeken, want ik tolereer geen enkele situatie. Nee. En we moeten dat meteen aanpak onderzoeken, handelen en verbeteren. Ja, ik tolereer geen enkele situatie, zegt u nu in dit gesprek. Dat heb ik toen ook gezegd. Ja, ik citeer toch even uit uw reactie op het rapport dat u heeft laten opstellen door een particulier bureau. Uit het rapport, zegt u, blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet. Dat laat onverlet dat iemand persoonlijk een andere ervaring kan hebben. Ja. Maar is het punt niet dat bij grensoverschrijdend gedrag het altijd persoonlijk is? Legt u de bal nu niet te veel bij degene die dit overkomen is? Dit is een extract van een veel bredere reactie, waarin ik duidelijk stel, ook in mijn eerste reactie, ik tolereer geen enkele situatie. We gaan dit onderzoeken en aanpakken. En we hebben oud-minister van Justitie, Binnie Zorgdrager, en minister van Staat aangesteld om juist ook te kijken waar er nog verder verbeteringen moeten optreden. Het rapport laat zien dat er 9 situaties zijn die zijn onderzocht over een periode van 20 jaar. Maar ik tolereer niet dat het in de toekomst ooit nog voort zal komen. Nee, maar de vrouw die de ernstigste dingen is overkomen, tenminste dat is de verdenking, die heeft zich uiteindelijk niet gemeld voor dit onderzoek. Is het daarmee wel een volledig onderzoek? Blijft er niet te veel hangen? Nou, ik kan over haar situatie in verband met afspraken die zijn gemaakt, doe ik verder geen uitspraken. Het is heel belangrijk dat zij ook weet dat er een serieuze aanpak nu ligt. En in de periode van september tot nu zijn er heel duidelijke kenteringen geïntroduceerd. En die zijn door mij geïntroduceerd. Ik heb het ook gedaan als minister. Ik heb het ook gedaan als ondersecretaris-generaal bij de VN. Dit is een categorie nooit. Alles voorkomen zal, vrees ik, in het mensenleven niet lukken, maar wel aanpakken. Is het woord corona eigenlijk al gevallen in ons gesprek? Nee, we dachten niet, hè? Dacht je die ging vragen. Nou, laten we het doen. Maandag weer een persconferentie, woensdag kamerdebat over corona. U pleit voor sneltests, hè, in combinatie met vaccinatiebewijzen. Maar tot nu toe vindt u daar weinig steun voor. Of is er iets aan het veranderen? Nou, 5 rode knoppen, 1 groene knop inderdaad, als je aan het RTL-debat denkt. Er zijn 2 zaken. Ik pleit al een tijd voor een verbreding van de corona-aanpak. Omdat we wegen wat de maatschappelijk, sociaal, economische gevolgen zijn van alles wat het virus natuurlijk doet met ons. Maar de adviezen van het OMT die blijven natuurlijk leidend. In tweede instantie heb ik vorige week gepleit voor zowel het veilig en verantwoord open kunnen stellen van de maatschappij voor diegenen die gevaccineerd zijn, vrijwillig, met een vaccinatiebewijs, en tegelijkertijd publiekelijk, massaal, dus gratis sneltesten beschikbaar stellen, zodat wanneer het kan, dat het voor iedereen een mogelijkheid is. Daar kreeg u toen geen steun voor in dat RTL-debat. En nu lijkt het erop dat er ook in het kabinet nagedacht wordt over versoepelen en ook over iets doen met vaccinatiebewijzen. Morgen komt er van, ik weet niet of dat met dat miljoen betaald is, maar er komt een grote advertentie uit van D66. Ik weet ook niet of het met het miljoen betaald is. Ik ga niet over de partijkas. Dat is het partijbestuur. Oké, ik schrok even. Maar dit is u in deze advertentie gaat het ook over versoepeling. U claimt als het ware het onderwerp. U zegt Nederland snakt naar vrijheid en perspectief, waar het kabinet al mee bezig is. Dit is een herhaling van wat we al veel eerder hebben geïntroduceerd. En het is ook iets wat we al lang online hebben gezet. Dit is een herhaling van waar wij voor staan en streven. En er is een groot verschil als je ziet dat het in Duitsland nu
publiekelijk wordt gefinancierd. In Engeland krijgen de mensen thuis de pakketjes om de kinderen weer naar school te laten gaan. Dit blijft een consistentie in onze oproep en wij hopen dat we met samen de politieke wil hebben om de knopen door te hakken. Okay. Maar je moet het pakket zien. Het gaat om een hele integrale afweging. Ik ga natuurlijk niet een voorstel terugtrekken. Wij blijven erop hameren dat dit belangrijk is. En waarom zou je niet dan een grote advertentie zetten als je hem ook... Als je de middelen hebt om dat te doen natuurlijk. Dat is een beetje flauw. Nee, maar goed, laten we even... Denk maar aan de 5 rode knoppen en de 1 groene knop. Ik denk dat het correct is dat wij blijven staan voor onze progressieve politiek en dat wij durven te agenderen. En dan kan je in eerste instantie weggehoond worden. Maar we hadden de moed om dat te zeggen. En we hebben de moed om voor onze ideeën uit te komen, ook als mensen tegen zijn. Punt gemaakt. Denkt u dat de andere partijen naar u toe komen in dit verband? Of dat het kabinet naar u toe komt? Laat ik het anders zeggen, de vraag. Hoe ver kan het versoepelen gaan, volgens u? Als je kijkt naar de komende weken. De avondklok blijft van kracht tot 30 maart. Het kabinet gaat waarschijnlijk pas na 30 maart versoepelingen toestaan. Wat vindt u? Nou, morgen is er de persconferentie. Ik ga nu niet speculeren wat de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gaat zeggen. Ik vind dat je op een veilig, verantwoorde manier de samenleving concreet perspectief moet bieden. Want we weten wat het doet met jongeren. We weten hoe ouderen eenzamen ervoor staan. En dat de ondernemers, van horecabedrijven tot de kleine winkeliers, dat die allemaal snakken ook naar het idee van misschien kan het onder deze voorwaarden. Natuurlijk wordt daar keihard aan gewerkt. En wat ik eerder zei, wij zijn een progressieve partij. Wij durven te agenderen, zelfs als niet altijd alle geesten rijp zijn. Maar u agendeert dan nu, we snakken allemaal naar vrijheid? Nee, maar ik agendeerde het voorstel. En dat betekent ook dat wij publiekelijk moeten financieren om die gelijkheid voor iedereen te trekken. Prima, maar u wilt niet zeggen wat u dan voor ogen heeft voor de komende weken? Voor de komende weken, we hebben morgen eerst een persconferentie. Dan houdt de campagne op en dan zit u opeens weer in het kabinet. Nee, absoluut niet. De campagne heeft het voorstel op tafel gelegd. De politiek kan de knoop doorhakken. Dan moet je een datum prikken. En die wordt wel bepaald ten dele door het virus. En dan gaat het tegelijkertijd om de productie van de sneltesten. Om het beschikbaar stellen, het publiekelijk financieren. En natuurlijk het goede tempo wat we nu hebben op het gebied van vaccineren. Ja. Het gaat om het hele pakket. Zal de campagne is rustig, hè? Is het algemene commentaar op het ogenblik. Het heeft ook natuurlijk te maken met corona en dat iedereen toch ook een beetje zich rustig houdt en denkt van straks moeten we misschien weer gaan regeren met Mark Rutte. Komt die campagne nog los de komende week, denkt u? Nou, ik mag het hopen. Tegelijkertijd, we hadden het er eerder over, begrijp ik wel dat mensen murf zijn van de crisis. Ze hebben wel grotere zorgen als je ver af staat van Den Haag of het Binnenhof dan te bedenken waar de verkiezingen bij wijze van spreken over zouden moeten gaan. Maar het is wel het moment om te kiezen voor het land. Elke partij heeft een ander idee of verschillende ideeën over het herstel van Nederland op middellange termijn. Dus die stem is heel belangrijk. En ik hoop dat mensen de corona voorbij kunnen kijken, wat partijen te bieden hebben en waar D66 voor staat. We gaan het zien deze week. Hartelijk dank. Dank je wel.